ben Chris en wij gaan op dit kruispunt in Sittard vandaag een verkeerslicht fixen. Wat ik hier op dit moment aan het doen ben, is we zijn een aangereden mast zijn we eruit aan het halen. En dan even later doen we gat wat dieper graven, massen terug in, kabel erheen voeren en opnieuw aansluiten. Mijn collega's die hier aan het werk zijn, die moeten beschikken over bepaalde eigenschappen. Moeten een behoorlijke verantwoordelijkheid hebben. Je staat eigenlijk midden op de weg te werken. Veiligheid staat voor alles, niet alleen voor de weggebruiker, maar vooral voor jezelf. Ook inzicht, communicatie is heel belangrijk. Je bent met een team bezig. Je moet dezelfde taal spreken, want anders gaat het fout. Er kunnen er ongelukken gebeuren op de kruising. Dus, en daar is hij heel goed in. Dan kabel. Nee, hier bij 2B zit de rode draad aansluiten van de led. Ja. Dus nou de voedende kabel doe ik 2A. Zet hem open. Hij neemt netjes het initiatief op een nette manier van tot Frank. Ik heb dit nodig, ik heb dat nodig, nou dan regel ik voor hem. Dat vind ik lastig. Toch wel storing zoeken. Dat is toch wel het lastige. Dat je zeg maar, ergens naartoe wordt gestuurd. En bijvoorbeeld, ja, er is een detectielus in de weg is kapot. Ja, die moet je meten. Ja, en dan moet je gewoon maar weten waar dat de breuk in de kabel zit. Nee, vind ik het heerlijk om lekker buiten te zijn. Elke dag is anders. Maakt niet uit of weer het is. En ik vind het heerlijk.